Vandaag in Klokje Rond te gast een Peugeot 206 2 liter HDI 90 pk. Hij is van Sander Roebal uit Zeeland. Sander is monteur bij een Peugeot garage, dus ja, je verwacht dat er waarschijnlijk helemaal niks aan de hand is met deze auto. Dat hij tiptop onderhouden is. Maar goed, hij heeft inmiddels wel 245.000 kilometer gedraaid. Dus we gaan eerst Sander eens even aan een diepte interview onderwerpen. Nou, Sander, laat ik maar met de deur in huis vallen. Heb je geknokt dit weekend? Nee, ik heb niet geknokt. Ik was bezig aan de 206 met het vervangen van schokbrekers. En toen is er iets misgegaan, waardoor het een beetje mijn richting opkwam. Oké. Maar je bent dus al aardig aan het klussen geweest, voorafgaand aan de keuring. Ja, goed. Ik wist dat de keuring eraan zou te komen. Althans, de autoweekkeuring. En ik had zoiets van... ik had al een paar punten voor mezelf opgeschreven. Die even gerepareerd moesten worden. En ik had zoiets van, ik vind het een mooie gelegenheid om dat nu allemaal gelijk maar even aan te pakken. Wat heb je allemaal gedaan? Zoals ik al zei, ik was bezig met schokbrekers. Die zijn vervangen. Veerschotels zijn vervangen. Remslangen heb ik vervangen. En ook gelijk de remvloeistof en de stabilisatorstangen van voor. Dus ja, dat is allemaal al met al weer een aardig klusje geweest. En wat zijn je ervaringen tot nu toe geweest met de auto? Hoe lang heb je hem? Ik heb hem vanaf juni 2009. Hij bevalt eigenlijk hartstikke goed. En ik vervang ook preventief behoorlijk wat dingen. Dus, want ja, ik moet er gewoon van op aan kunnen van die auto. Ja, want je rijdt veel. Het is een dieseltje. Ja, ik rijd veel. Ik rijd tussen de 25.000 en 30.000 kilometer per jaar. Dus dan is een diesel wel rendabel, ja. Hey, en je hebt dus al het nodige vervangen. Wat verwacht je dat de keurmeester nog gaat tegenkomen of helemaal niks? Toen ik de voorwielen eraf had, zag ik dat er eentje behoorlijk versleten was. Dus dat zal wel een puntje van aandacht worden. Maar goed, voor de rest eigenlijk weinig bijzonderheden. We houden dus wat olielekkage, maar goed, dat mag na 245.000 kilometer. Ja, de keuring zit erop. Sander die heeft voorafgaand aan de keuring al het nodige vervangen. Dus een beetje flauw eigenlijk, maar ben je even goed nog wat tegengekomen? Ja, ik heb tijdens de proefrit geconstateerd dat de motortemperatuur niet hoger aangaf als 70 graden. Ik zou daar wel willen weten of het nou de meter is of dat de motortemperatuur echt niet hoger wordt. Zeker in verband met de verbranding van de motor, dat het toch schoner is op het moment dat hij op een goede temperatuur is. Heb ik de afstelling van de verlichting is niet goed, die zou afgesteld moeten worden. Dat is xenon, hè? Ja, er zitten na de hand opgebouwde xenon op. Zeker omdat er xenon is, zou ik er zeker goed op letten, omdat dat sneller verblindt en de tegenligger daar niet blij van wordt. Heb ik aan de onderzijde van de motor wat olielekkage, sporen. Niet ernstig, maar ja, er lekt hier en daar wat. Sander heeft zelf een remslang vervangen. Daar zagen we nog wat lekkagesporen op, dus we adviseren dat wel even goed in de gaten te houden. En de band links of rechts voor is 2 mm. Voor de komende winter toch wel het advies om te vervangen. Ja. Nou, de keuring is me eigenlijk heel erg meegevallen. Wat lekkages. Ja, goed, oké. Ik zeg altijd maar waar gewerkt wordt, wordt gezweten. En na 245.000 kilometer kan dat. En zo te zien kan hij nog een poosje mee en hij moet ook nog even mee, want geld is er even niet, aangezien ik net een eigen huis gekocht heb.